lichter. Dus we durven hem hier niet op te leggen. De Bijbel, het belangrijkste boek in het gezin waarin ik opgroeide. Deze Statenbijbel kwam tevoorschijn bij een restauratie van de grote kerk in Leerdam. Mijn vader kocht hem, liet hem restaureren en ik heb hem geërfd. Een mooi, eeuwenoud boek, in leer gebonden, geschreven in het Nederlands wat ik niet meer lezen kan. Een herinnering aan al die uren die ik in de kerk van Leerdam doorbracht als kind. En vooral een herinnering aan mijn vader. En of mijn vader een theater, een geschikte plaats voor dit erfstuk zou vinden, ik betwijfel het. Dat ik hier mag staan om te vertellen over wat mij inspireert, over raakvlakken met de Bijbel, ervaar ik als heel bijzonder. Ik ben een meisje uit de gereformeerde bond in de hervormde kerk. En de gereformeerde bond is een orthodoxe stroming binnen de protestantse kerk in Nederland. Een stroming waarin de plaats van de vrouw in de kerk een zwijgende was. In 1 Korintiërs 14 staat, en schrikt u niet, vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. En als ze iets willen leren, moeten ze thuis aan een man vragen. Want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. Dit is een van die Bijbelteksten waarmee ik opgroeide en waar ik een gloeiende hekel aan had. En dat ik hier vandaag sta en mijn verhaal vertel, laat zien hoeveel ik afstand heb genomen van die letterlijke Bijbeluitleg uit mijn kindertijd. Het geloof van mijn jeugd was beklemmend, doordrenkt van een besef van zonde en schuld. En hoezeer je ook je best deed, het was nooit goed genoeg. Het is een wereld die Jan Siebelink en Frank Auteur in hun boeken laten zien. En ik kan jullie echt aanraden om die boeken te lezen. En kennis te maken met een wereld die voor veel van jullie vreemd zal zijn. Maar die mij toch dierbaar is. Als ik dit zo allemaal vertel over zonde en schuld. En dan heb ik het nog niet over hemel en hel. Dan zou je denken dat ik negatief terugkijk op het geloof van mijn vader. Of op het gezin waar ik vandaan kom. En dat is niet zo. Ik kom uit een warm, liefdevol gezin. En kennelijk is dat van groter belang dan religieuze zwaarwichtigheid. Ik heb namelijk heel veel waardevols meegekregen. Leefregels die me houvast geven. Niet stelen, niet liegen, niet moorden en nog zo het een en ander. Of de aansporing in Matteüs 25 om de hongerige te voeden, de dorstige te drinken te geven, de vreemdeling in je midden op te nemen, de naakte te kleden, de zieken en de gevangenen te bezoeken. Die boodschap is er bij mij thuis krachtig ingehamerd. Wees dienstbaar aan de samenleving en gebruik je talenten. Je zou het een heilig moeten kunnen noemen. Het besef dat ieder mens zijn steentje bij moet dragen in de samenleving. Het besef dat een mens niet alleen voor zichzelf leeft. En je kunt met minder bagage het leven ingestuurd worden, zou ik zo denken. Hier in Wijk kennen jullie me als politicus van GroenLinks, of van het 4 mei comité, of van ander vrijwilligerswerk.
En ik heb die activiteiten in mijn eigen gemeenschap altijd met heel veel plezier gedaan. Misschien wel vanuit het heilig moeten, maar voornamelijk omdat ik plezier aan beleefde. En als ik zo terugkijk op alles wat ik in mijn leven heb gedaan, is mijn werk met verstandelijk gehandicapte mensen toch het belangrijkste en het meest bevredigend geweest. En vanuit die passie, begeleiden van mensen met beperking, heb ik gekozen voor het verhaal van Bethesda. Jaren geleden ging ik vaak op reis naar Griekenland. En met mijn rugzak zwierf ik van eiland naar eiland. Mooie reizen waren dat. Mooie ontmoetingen. Op een van de eilanden, op Kos, bezocht ik eens een Asclepion. Een plek, een tempel met een geneeskrachtig bad. Voor mij was het, moet ik eerlijk geven, voornamelijk een hoeveelheid oude stenen. Ik ging er heen vanuit een vaag gevoel dat door Griekenland reizen toch niet alleen kon bestaan uit retsina drinken op een terras of zwemmen in de Blauwe Zee. Een mens moet toch ook wat cultureels doen. En dus toog ik naar de bezienswaardigheden. Dan kon ik in ieder geval bij terugkomst vertellen dat ik veel van de Griekse cultuur had gezien. Een kind die plekken wel. Die paradijselijke plekjes waar toeristen, gidsje in de hand, fototoestel op de buik, telefoontje in de hand, rondlopen in de stralende zon. Je moet er geweest zijn. Bethesda, uit het Bijbelverhaal, moet ook een Asclepion geweest zijn. En nu, met de Bijbeltekst die André heeft voorgelezen in mijn hoofd, probeer ik me een beeld te vormen van die plek. Een beeld dat verder gaat dan mijn oppervlakkige toeristische beschouwing op Kos. Er was niks paradijselijks aan die plek. In de galerijen lag een groot aantal zieken, blinden, verlamden, mismaakten. Een deprimerende plek, waar mensen wachten op genezing, soms jarenlang. Zoals de man uit het Bijbelgedeelte. 38 jaar lang wacht hij al. Ik kan de geur bijna ruiken. De geur die je soms aantreft in verpleegtehuizen en inrichtingen. De geur van mensen die te weinig verschoond worden. De geur van te weinig handjes aan het bed. Een naargeestige geur. Waarbij menselijke waardigheid ernstig in het gedrang is. En waarbij jij als bezoeker de neiging krijgt om direct bij de voordeur om te keren. Ik krijg er ook een beeld bij van gelatenheid, van afwachten, van hulpeloosheid. Een beeld van mensen die de regie over hun eigen leven zijn kwijtgeraakt. Mensen die afwachten of er ooit nog verbetering in hun leven komt. Mensen die niet meer weten wat ze moeten doen om uit de sores te komen. En dan komt er een man, Jezus. Jezus ziet de zieke man liggen en hij gaat heel modern, heel vraaggericht te werk. Hij vraagt wat de man wil. Hij heeft geen protocol bij zich, geen verstrekkingenboek, geen indicatierichtlijn. Hij vertelt de man niet waar hij allemaal volgens wetten en regelingen recht op heeft. Nee, hij vraagt de man wat hij wil. Wat hij nodig heeft om weer op eigen benen te staan.
En dat is een mooi beeld van de omwenteling die nu in zorg en welzijn bezig is. Daarbij is de vraag, wat kun je zelf? En daarna pas, wat heb je nodig? Mensen ondersteunen op die gebieden waar ze het zelf niet meer kunnen, maar ook niet meer dan dat. Met de woorden van Johannes, mensen helpen het water in beweging te brengen, zodat ze hun eigen leven kunnen hervatten. Een groot deel van mijn werkende leven heb ik op een leefgroep voor mensen met een meervoudige verstandelijke beperking gewerkt. Bij Bartjemeus in Doorn. En ik heb daar de kwetsbaarheid van deze mensen gezien en beleefd. De grote afhankelijkheid van hun ouders, familie, hun begeleiders. En als die begeleiding hun werk goed deed, dan zag ik ze tot wasdom komen. En bijvoorbeeld naar een baan gaan. En zo een bijdrage aan de samenleving leveren. En een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. En ik heb gezien hoe moeilijk het voor hun ouders is om de zorg voor hun kind uit handen te geven. Vaak aan heel jonge mensen. Ik was 21 toen ik met het vak begon. En steeds hoorde ik de vraag van ouders, wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben? De angst dat je kind uiteindelijk aan de rand van een zwembad als Bethesda zal eindigen. Hulpeloos wachtend op water dat in beweging komt. De afgelopen tijd hebben wij als land in grote welvaart geleefd. En ik weet heel goed dat er mensen zijn voor wie dat niet opgaat. Maar door de bank genomen zijn we als samenleving rijk. We kunnen ons heel veel materiële zaken veroorloven. Zelfs nu het economisch tegenzit. En ons langzaam maar zeker duidelijk wordt dat de bomen niet tot in de hemel groeien. We zijn ook steeds individualistischer geworden. Waarbij we veel oog hebben voor ons eigen belang. En belangen komen scherper tegenover elkaar te staan. Tussen ouderen en jongeren. Tussen zieken en gezonden. Tussen autochtonen en allochtonen. En geld. Ja, geld. Te vaak draait het, maar dat is mijn mening, om geld. Soms heb ik het gevoel dat we het normaal zijn gaan vinden om mensen die iets mankeren voornamelijk als een kostenpost te zien. En dat alles bij elkaar is een bedreiging voor onderlinge solidariteit. Solidariteit tussen zieken en gezonden, solidariteit tussen jong en oud, tussen arm en rijk. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de kosten voor de zorg op termijn niet meer te betalen zijn. Omdat we onder andere met z'n allen steeds ouder worden en steeds meer zorg gaan gebruiken. Het houdt onze gemoederen nogal bezig. Als ik afga op krantenpublicaties, actualiteitsrubrieken, het internet. En het maakt ons angstig. Dat het niet zo niet door kan gaan en dat er iets moet veranderen, begrijpen de meeste mensen wel. Maar verandering brengt onzekerheid met zich mee en soms ook angst. Het oude vertrouwde dat je als een onaantastbaar recht bent gaan zien, loslaten, valt niet mee. Want wat komt er voor in de plaats? En ook ik denk wel eens. Wie zorgt er later voor mij, als ik het niet meer kan? Maar we schieten er niks mee op door krampachtig vast te houden aan wat ons bekend is, aan waar we aan gewend zijn. Laten we vandaag maar eens proberen om de situatie waar we in zitten
te zien als een kans. De kans om versteende bureaucratische instituten, waar veel geld verspild wordt, aan te pakken. En neem van mij aan, dat is nodig. Ik heb in mijn werkende leven de bureaucratie gigantisch zien groeien. Vaak door regels van de overheid. En ik vond die regels in een aantal gevallen volstrekt onzinnig. Die groeiende bureaucratie, het geloof in regels, het geloof in systemen, dat ging ten koste van het geloof in mensen. In de professionaliteit van werkers in de gezondheidszorg. Het ging ten koste van de directe zorg, van de handjes aan het bed. En wij, die de samenleving zijn, hebben een kans. We worden uitgedaagd. We staan aan de rand van een zwembad. En de vraag is, wat doen we? Draaien we ons onverschillig om, omdat we geen zin hebben ons met andermans sores bezig te houden? Vinden we het een taak van de overheid? En vergeten we gemakshalve dat die overheid van ons allemaal is? Wachten we gelaten af tot het water vanzelf in beweging komt? Of hopen we dat het water helemaal niet gaat bewegen? En dat alles blijft zoals het is? Of volgen we het voorbeeld van Jezus in de Bijbeltekst? En zetten we zelf het water in beweging? Wijk de Duurstede is een sterke samenleving. En we kunnen hier veel tot stand brengen. Leuke dingen, zoals de ijsbaan aan de haven deze winter, die door een groep enthousiastelingen van Wijk nog leuker georganiseerd werd. Er zijn mooie initiatieven waarbij mensen vanuit wat ik een heilig moeten noem niet afwachten, maar zelf de handen uit de mouwen steken. Ik denk dan aan Hospice Duurstede, dat gisteren geopend is. Meer dan 50 vrijwilligers zorgen ervoor dat wij, als dat nodig is, in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven. Ik denk ook aan Bij de Hand, een project van de Stichting Binding en van Quintus, waarbij vrijwilligers mensen helpen uit hun sociale isolement te stappen. En er zijn nog veel meer initiatieven te noemen, dat weten jullie ook. Het zijn allemaal voorbeelden van water dat in beweging wordt gebracht. Voorbeelden van mensen zoals u en ik, die ergens door geïnspireerd werden. Geïnspireerd werden om een maatschappelijke taak op zich te nemen. Soms geïnspireerd door de Bijbel. Soms door de Koran, soms door iets anders. Mensen die niet alleen naar de overheid keken. Een steuntje in de rug voor wie dat nodig heeft. Een teken van, in mijn woorden, heilig moeten. En ik zou ons allemaal toe willen roepen, go Wijk de Duurstede, go! Dank jullie wel.